Ja, ik word hier gewoon blij van, zeg maar, dat het zo flapt. Hoi, ik ben Elise en leuk dat je kijkt naar deze AliExpress shoplog. Yes, ik heb weer een aantal leuke dingetjes besteld bij AliExpress. En het leek me leuk om deze te laten zien in een shoplog. De vorige keer heb ik dat natuurlijk ook gedaan. En ik heb weer een aantal nieuwe dingetjes gekocht. En ik ben er heel erg blij mee. Ik heb het al gezien, dus er zal wat minder, oh ja, in deze video zitten. Want dat was de vorige keer wel. Toen had ik het meteen weggelegd, niet echt gezien. En ik was heel veel alweer vergeten. En nu weet ik gewoon wat erin zit. Dus ik ga niet de hele tijd, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja zeggen. Dus ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Doe een duimpje omhoog alvast. En dan ga ik nu beginnen. Ik heb een heleboel leuke dingen besteld. En ik heb besteld op eind januari volgens mij. En ik heb ook opgeschreven wanneer het binnenkwam. Dus ik kan je ongeveer vertellen hoe lang je erover heeft gedaan. Ik begin met deze. En die heeft er ongeveer 20 dagen over gedaan. En het is een statiefje. Deze kostte iets van $2 nog wat. Ik zet alle linkjes en de prijzen in de beschrijving. Maar het is dus een statiefje waarvan je de poten kan buigen. Dus die kan je ergens omheen, hoe zeg je dat, klemmen. Maar je kan hem ook gewoon neerzetten. En dit lijkt me heel erg handig voor mijn vlogcamera. Ik denk dat deze camera, dat is een spiegelreflexcamera, dat die iets te zwaar ervoor is. Maar voor mijn vlogcamera is dit super handig. Kan je gewoon zo vloggen bijvoorbeeld. Maar je kan hem ook neerzetten of ja, in de lucht hangen als je hem ergens aan vast kan maken. Zo, dus het leek me wel heel erg handig. En voor die 2 euro dacht ik, ja, kan ik gewoon niet laten. Dus hier ben ik heel erg blij mee en ik kan niet wachten om deze te gaan gebruiken. Dan meteen even het grootste wat ik hier in de tas heb zitten, omdat ik dit al heb gebruikt. Dit waren namelijk ballonnen in een 2 en in een 4. Die heb ik gekocht voor mijn verjaardag. En daar kon je al wat leuke foto's mee zien op Instagram, zoals deze. Deze kwam net op tijd binnen. Ik vierde 4 maart volgens mij mijn verjaardag. En echt 2 of 3 maart kwam die binnen. Dus deze heeft er iets langer dan een maand over gedaan, wat best wel lang is. En hij kwam net op het nippertje binnen voor mijn verjaardag. Dus dat was een gelukje. Ze waren iets groter dan ik had gedacht. Al had ik natuurlijk gemeten en er stonden inches bij. En ik heb dat omgemeten naar centimeter. En met mijn meetband dacht ik, oh ja, dat is wel leuk. Maar uiteindelijk waren ze iets groter dan ik had gedacht alsnog. Maar ik vond ze wel super leuk. Ze bleef ook heel erg goed. De 2 die werd langzaam wat leger. Maar die 4 bleef best wel stevig. Of andersom. Eentje bleef best wel stevig en de ander niet. En ik vind ze super leuk. Ik hou hier gewoon van. En ze waren helemaal niet duur. Dus dit is zeker een aanrader als je ook je verjaardag wil vieren. Of misschien voor iemand die jarig is. Bestel ze wel op tijd. Want anders ben je gewoon te laat. Maar ik vind het echt heel erg leuk. En ik heb hier heel erg van genoten. Ook voor mijn verjaardag had ik deze stokjes besteld. Het zijn dan zo'n stokje waar dan een ballon op kan. Ik dacht dat is handig voor deze ballonnen. What was I thinking? Want die ballonnen waren veel te groot voor deze stokjes. Maar ik had ook andere ballonnen. Kon je ook in mijn verjaardagsvlog zien. Die ballonnen waar ik de confetti in deed. Ik dacht misschien is dat wel heel erg leuk. Maar ook die waren te zwaar. Dus dan gaat die ballon hangen aan het stokje. Maar ik denk dat dit vast nog wel een keer van pas komt. Ik werk met kinderen. En kinderen zijn dolle ballonnen. En ik ben zelf ook dolle ballonnen. Dus ik ga ooit deze stokjes nog wel eens gebruiken. En deze stokjes waren heel handig om de zilveren cijferballonnen mee op te blazen. Want daar had je een soort stokje voor nodig. Een soort rietje waarin je in kon blazen. Zodat je ze kon opblazen. En daar heb ik deze voor gebruikt. Dus dat was heel erg handig. Dus ik heb ze niet gebruikt voor waar ze eigenlijk voor bedoeld waren. Maar wel, ik heb ze wel gebruikt. En die heb ik dan ook weggegooid. Want er zit dan allemaal kwel in en zo. Ja, daar wil je niemand een ballon mee geven. Dus deze stokjes. Beetje een miskoop, maar toch niet. Toch wel, toch niet, toch wel. Nou ja, best oké. Het was niet duur, dus ik vind het niet erg. Dan dit pakketje. Die heeft er iets van, ook iets van 20 dagen over gedaan. 18, 20 dagen, zoiets. En dat zijn namelijk deze. Dit zijn van die neppe leaves, dus bladeren. En ik vind ze best wel tof. Ik vind ze er best wel mooi uitzien. Als je van dichtbij kijkt, zie je wel echt dat het plastic is. Maar als je van ver weg, dan ziet het er nog best wel leuk uit. Ik vind ze heel erg leuk. Het zijn er 3 voor iets van $5. Dus ja, redelijk geprijsd. En ik vind het heel erg leuk om het in een vaasje te zetten. Maar dit kan ook heel erg leuk zijn voor foto's, voor mijn website bijvoorbeeld, maar ook voor op Instagram. Dus ik dacht, dit vind ik wel heel erg leuk en ook wel zomers of zo. Dus ja, buiten nu regent het echt vreselijk. Maar ik dacht, ja, dit is dan om nog een beetje lekkere weer in huis te halen. Oh, ik sla mezelf de hele tijd met het blad. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik word hier heel erg blij van. En ik ga die gewoon leuk in een potje zetten en voor foto's gebruiken. En die komen echt heel erg goed van pas. Ik ga hier echt veel plezier van hebben, denk ik. Dan dit kleine zakje. En deze heeft er best wel lang over gedaan. Ik denk zo'n anderhalve maand. En het zijn namelijk oorbelletjes. Het zijn namelijk hele kleine staafjes. En de vorige keer had ik oorbellen besteld. Die waren groter dan ik had gedacht.
En nu heb ik heel goed ook naar reviews gekeken van andere mensen en ook foto's die erbij zaten. En toen dacht ik, de kleinste maat is echt gewoon super klein. En dat vind ik heel erg tof. Ik heb hier 3 gaatjes en deze leek me leuk om in mijn middelste of in mijn laatste gaatje te doen. En deze dus in mijn laatste gaatje. Ik heb ze in het goud en in het zilver. Ik dacht, dat is leuk om te combineren. En ik vind ze heel erg tof. Ze zijn lekker klein. Dat vind ik heel erg leuk, want dat wilde ik ook heel graag. Kleine oorbelletjes om lekker te combineren en te spelen. Hier ben ik heel erg blij mee. Deze waren ook super goedkoop. Deze waren 40 dollar cent per setje. Ik bedoel, daar kan je het niet voor laten. Er zit niet echt een stalen stoppertje achter, maar een plastic stoppertje. Nou ja, dat werkt denk ik ook wel prima. En anders kan ik vast een stoppertje van andere oorbellen hier opzetten. Ik vind ze heel erg leuk. Ik vind het heel erg fijn dat ze klein zijn. Want dat wilde ik heel graag. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En dan toch wel de favoriet van mijn aankopen. Deze was naar het postkantoor gebracht. Omdat hij niet door de brievenbus paste, denk ik. Ik denk dat dat het probleem was. Verder moet ik trouwens bij zeggen, heb ik voor niks verzendkosten betaald. En ook geen invoerkosten ofzo. Ik was heel even bang dat ik voor dit pakketje invoerkosten moest betalen. Omdat ik hem op moest halen bij het postkantoor. Maar dat was gewoon omdat hij uit het buitenland kwam. Ja, ik weet niet zo goed de regels daarover, maar dat. En nu is het zakje al leeg, maar hij zat dus in dit zakje. En deze is op het postkantoor gekomen meer dan een maand nadat ik heb besteld. Ik denk wel een maand en 10 dagen, dus hij heeft er best wel lang over gedaan. Maar het was zeker het wachten waard, want ik ben hier heel erg blij mee. Echt super vet. Het is namelijk een flipklok. En dit vind ik heel erg leuk. Ik zal hem even uit de verpakking halen. Je kon kiezen uit verschillende kleuren. Of in ieder geval uit zwart en wit. Het zijn niet echt kleuren, maar uit zwart en wit kon je kiezen. Ik heb gekozen voor zwart. Dus dan is dit zwart en dit wel wit. Maar bij die andere is dan dit ook wit. Hij kostte $11. Wat ik voor een klok een redelijke prijs vind. Ik was wel heel erg bang dat hij niet zou komen. Dan vind ik het wel zonde van mijn geld als het dan uiteindelijk niet komt. Maar hij is gekomen en ik ben er super blij mee. Ik zal even laten zien hoe hij werkt. Er zit hier achter namelijk een soort een flipje. En hij gaat dan zeg maar... Kijk. Iedere minuut gaat hij dan, flapt hij om. En nu maakt het lawaai omdat ik het handmatig doe. Ik heb er al even batterij in gehad. Ik was toen niet thuis, maar bij iemand anders mocht ik even batterij lenen. En toen dan flipt hij dus om een minuut, hoor je... Ploem, dan valt hij zo en ik vind het super leuk. En ik vind het ook heel erg leuk staan. En ik ben hier echt super blij mee. Lijkt me heel erg leuk op het open haard schouwtje. Dus ik ben hier echt ontzettend blij mee. En ja, ik word hier gewoon blij van, zeg maar, dat het zo flapt. Ja, ik weet niet. Ik ben misschien een beetje gek. Maar ik word hier echt gelukkig van. Dus ik vind dit super leuk. En zeker voor dat geld vind ik het heel erg tof. Ik was dus even bang dat hij niet zou komen. Dat had ik dan wel zonde gevonden. Maar deze is dus aangekomen. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb 1 ding besteld wat niet is aangekomen. Dus zo'n telefoongreepje had ik besteld. Mocht die nog komen, dan laat ik er even zien op mijn Instagram story. Dus volg me vooral op Instagram als je dat wil weten. Ik zet de link wel in de beschrijving voor mocht die nog komen. Maar anders, tot die tijd, bestel hem niet daar. Want dan komt hij dus niet binnen. Al was het 40 dollar cent of zo. Het is toch $40 en dat is gewoon zonde. Dit was de shoplog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En als je ook wat bestelt bij AliExpress, laat het me dan weten. En als je tips voor mij hebt wat ik echt moet kopen op AliExpress, laat het dan ook weten. Want ik ben altijd op zoek naar nieuwe koopjes. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!